Een hele goede morgen. Heel hartelijk welkom op deze speciale kerstdienst. Hier achter mij staat een geweldige kerstband voor jullie klaar onder leiding van Carla. En het wordt een fantastische dienst. Want vandaag is het eerste kerstdag. En we hebben in de afgelopen dagen, in de afgelopen weken toegeleefd naar deze dag. We hebben samen de adventsperiode beleefd en iedere dag een klein cadeautje opengemaakt. En ik heb hier het mandje met al die cadeautjes daarin. Wat zaten er veel prachtige dingen in. En het ging niet alleen om die cadeautjes, maar vooral om wat ze betekenden, waar ze voor stonden. De parel, het kruisje, de sleutel, een slinger, een roosje, allemaal lekkers. Wauw, wat was het veel. En wat hebben we op deze manier de adventstijd gaaf beleefd samen. En we hebben toegeleefd naar deze dag, naar deze kerstdag waarop we samen vieren dat Jezus is geboren. Dat Hij kwam naar deze aarde voor jou en voor mij. En ik vind het zo gaaf dat dat de basis is van onze kerk, van Waardevol Leven Gemeente. Dat wij die Jezus aanbidden en dat we vandaag daarbij stil mogen staan. En heel graag wil ik samen met jullie deze dienst ook opdragen aan die Jezus. Dank u wel, lieve God, dat we hier zo samen, al is het op afstand, dat we verbonden zijn door met u en met elkaar. En dat we dat in de afgelopen tijd ook zo praktisch mochten beleven. Dat we mochten weten, om 7:00 's ochtends kwam er een mailtje binnen. En toen ik mijn doosje openmaakte en die mail las, wist ik dat de andere leden uit mijn gemeente dat ook deden. Heer, en dat geeft een verbondenheid vanuit het hart. En die verbondenheid begint bij u. Dank u wel dat het vandaag kerst mag zijn. En dat die kerstboodschap ook in de dienst die nu gaat volgen, ja, dat die bij u vandaan zo rechtstreeks in ons hart mag landen. Ook al hebben we hem al heel vaak gevierd, het is een speciale dag waarop we zeggen, dank u wel Jezus dat u naar deze aarde kwam voor ons. Dank u wel dat u groter bent dan ik. Dat u het beter weet dan ik. Dat u meer voor mij heeft dan ik kan bedenken. En zo dragen we deze dienst op aan u. En geven we onszelf aan u. In verbondenheid met u en met elkaar. Dank u wel, Jezus, dat u naar deze aarde kwam. Amen. En dan wil ik nu heel graag onze kerstband aan jullie voorstellen. En zij gaan het eerste nummer zingen. Er is een kindeke geboren op aard. En daarom zijn we bij elkaar. Geniet ervan en vier het feest samen met ons. Goed nieuws, goed nieuws. Er is een kindje geboren. Eindelijk kerstochtend. Wat heb ik zin in de kerstdienst, zeg? Ja, nou, ik heb mijn kerstmuts op gedaan, maar beter wordt het er niet op. Hey Roy, ik heb een hele mooie verrassing voor je. Moet je maar eens kijken. Oh, oké. Okay.
leuk hoor. Ja, nou weet ik het ook niet meer hoor. Nou, wat een verdrietige gezichtje zie ik daar toch. Het is kerst. Kerst hoort een dag van feest te zijn. Maar ik begrijp het wel hoor, jullie missen je familie. Jullie missen gewoon het contact. Hey, weet je, in de Bijbel staat ook een verhaal van iemand die de mensen mist. Hebben jullie misschien een idee wie dat is? Ja, Adam. Nee joh, Eva. Goliath? Nee, David. Nee, ik weet het. Dat is natuurlijk God. Oh ja. Ja, dat klopt. God wilde, net als eerst, graag weer bij de mensen zijn. Niet meer. Kon dat vroeger wel dan? Ja, weet je nog dat ik je vertelde dat God vroeger in de tuin wandelde en met mensen sprak? Oh ja, totdat God ze uit het paradijs stuurde. Ja, dat was ook al zo'n verdrietige dag. Ze mochten niet meer in het paradijs wonen en hun kinderen ook niet meer. Wat zou er toen gebeurd zijn met de kinderen van Adam? Weet je, in mijn Bijbel staat dit. God zag dat de mensen op de aarde erg slecht waren. Alles wat ze bedachten en deden was slecht. Daarom had God er spijt van dat hij de mensen had gemaakt. God had veel verdriet over wat ze deden. Daarom besloot God, ik zal de mensen die ik heb gemaakt allemaal doden. En niet alleen de mensen, maar ook alle dieren. Want ik heb er spijt van dat ik hen gemaakt heb. De mensen waren zo slecht geworden, dat God dus alles wilde vernietigen. Alle mensen en alle dieren. Nee hoor, niet alle dieren en alle mensen. Want Noah ging toch een boot bouwen. Hé, jij hebt goed opgelet bij de fun. Dat klopt. En weet je, we lezen in vers 8. Maar Noah was niet slecht. God zag dat en hij was blij met Noah. En daarom wilde hij hem redden. God redde Noah en zijn gezin. En alle dieren in de boot heeft hij gespaard. En weet je wat hij daarna beloofd heeft? Hij zal nooit meer de aarde straffen zoals het toen gebeurde. En net als bij Adam en Eva werd Noach zijn gezin steeds groter. Zijn kinderen kregen kinderen en hun kinderen kregen weer kinderen. Alleen al die mensen konden niet zo met God spreken zoals Adam en Eva het in het paradijs hadden gedaan. Maar als ik er nu even over nadenk, Abraham had een ontmoeting met God, Mozes en de profeten hoorden ook zijn stem. Eigenlijk is hij altijd blijven praten met het volk van Israël. God sprak dus niet meer met de mensen zoals hij deed in de tuin van Adam en Eva, maar misschien heeft hij dat wel met iemand anders gedaan die heel dicht bij God is geweest. Ja, Jezus. Jezus is toch de Zoon van God? En die kennen wij. Hé, dat klopt. En dat is ook het feest wat we vandaag vieren. Over die Jezus. Het babytje dat geboren is. Maar wat heeft kerst met Adam, Eva en Noach te maken? Ja. Misschien kan ik dat uitleggen met een voorbeeld. Kijk, dit is een glas met water. Er zit verder helemaal niks in. Dit staat voor de schepping zoals God de mensen heeft geschapen. Alleen Adam en Eva deden iets waarvan God had eigenlijk gezegd van dat moet je niet doen. En toch deden de mensen dat. En de mensen aten van de vrucht. En toen kon God niet zomaar meer bij de mensen komen. En als je goed kijkt, dan zie je dat er een laagje zit. En toen, daarom is het verhaal van Jezus zo belangrijk. Want weet je wat Jezus heeft gedaan? Jezus, die zei, weet, ik wil wel sterven voor alle zonden van de mensen. Ik ga dit doen. En Jezus stierf voor ons. En kijk eens, hij nam alle zonden op zich. En wij kunnen gewoon weer naar God toe komen. Want er staat niks meer tussen ons in. Dat is toch wel heel mooi, hè, met kerst. Kijk eens, het water is weer helemaal schoon en nu kunnen we weer bij God komen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Wat bij Adam en Eva is begonnen, dat we niet meer bij God kunnen komen, is bij de geboorte van Jezus begonnen dat er een einde aankwam, want hij was de belofte. Hierdoor kunnen de mensen weer contact hebben met God. En nu wil ik iets nog tegen de grote mensen zeggen. Weet je, als kind worden we geboren en we weten niet wat slecht en fout is. Daarvoor zijn we jullie nodig. Om ons te helpen. Om te ontdekken wat de juiste pad in het leven is.
om te ontdekken wat God zegt. Van, hey, weet je, dit is goed wat jullie doen en dit is niet goed. En daarom willen we vragen, wij kunnen als kinderwerkers heel veel verhaaltjes voorlezen. Maar we zijn jullie nodig om het voor te leven. En misschien is het zo dat we een keer gegeten hebben van een boom van goed en kwaad. En dat we iets gedaan hebben waarvan God zegt, weet je, dit was eigenlijk niet de bedoeling. Maar laat ons dan zien, laat de kinderen zien hoe we hiermee om kunnen gaan. En hoe we naar Jezus kunnen gaan. Zodat we weer helemaal schoongewassen en gereinigd kunnen worden. Nou, dat is een mooi verhaal van Mirjam. Ja, God snapt dus heel goed hoe ik mij voel. Ja, dat klopt, Roy. En daarom heeft hij Jezus naar de aarde gestuurd met kerst. Dan geeft hij ons allemaal hoop. Ja. Ho, hoor je dat ook? De dienst gaat alweer beginnen. Oh. Kom, laten we gaan kijken. Dag oma. Dag lieve jongen, Christian. Wat voor herinneringen heeft u van vroeger, van kerst? Ja, Christian, herinneringen van vroeger, van de kerst. Weet je, vroeger was het heel eenvoudig. We hadden geen boom, want het was heidens in de kerk vroeger. En de familiebezoek had je niet, want je had geen auto. Het was altijd fietsen, dus dat deed je alleen met verjaardagen. 20, 25 kilometer. We hadden een paard en wagentje. Oh ja. Dus met een wagentje, daar konden wij allemaal in met paarden voor. En zo bezochten we met nieuwjaar ook wel de grootouders om het nieuwjaar te wensen. Gaaf. En ook wel met verjaardagen, dat tentwagentje. Kijk, het was vroeger een hele andere tijd. Ik kan me weinig herinneren, maar mijn moeder kon goed koken en goed bakken. En dat verzorgde ze heel goed, gewoon uit de tuin, de groentes. En bakken was ze heel handig in. En ja, de kerk had ook wel veel lichtjes. Maar ook geen kerstboom, want een kerstboom was heidens. En ik weet nog van de zondagsschool, we zongen heel veel liedjes. In de kerk ook. Oh ja. Ja, en dat was het dan. Ja. En je vierde het gewoon met je gezin thuis. Zo, leuk. En wanneer heeft u voor het eerst kerstboom in huis gebracht? Ja, punt hè. Mijn man en ik kwamen echt tot levend geloof. We waren beide ongeveer 30 jaar. En toen zijn we langzaam in de evangelische kerken gekomen. En die hadden wel een kerstboom. En zodoende kwam er bij ons ook een kerstboom. Oh ja. Met ballen eraan. Ja. Dus dat was wel een hele verandering. Ja. Maar wij waren zelf ook veranderd van binnen. Ja, oké. Okay. En hoe was Advent vroeger voor u? Nou, Advent. Ja, ik vond Advent altijd heel mooi om er naartoe te leven, naar kerstfeest, dat Jezus was geboren. Het belangrijkste, ook op aarde, dat de Zoon van God geboren zou worden. Ja. En dat vind ik nog heel belangrijk. Ja. Hè, dat moment naartoe te leven. Ik vind wel dat de opstanding van Jezus en lijden en sterven. En opstanding, dat is de grootste moment in de geschiedenis. Maar zijn geboorte was een zeer groot moment in de geschiedenis. Ja, ja. Dus. En hoe waren de eerste en de tweede kerstdag vroeger? Ja, eenvoudig. Als het ijs was, gingen we lekker schaatsen. Oh ja. En als, wij lazen graag een heel boek op een dag, op een zondag. Een heel boek uit van de bibliotheek. Yeah. Ja, dat deden we. En spelletjes. Ja, dat was het. Je had geen televisie. Nee. Ja. Nee, het was gewoon zo. En een lekker maar je kaartje. Was ook gelukkiger mee. Ja. Ik denk heel gelukkig. Het was minder heftig, minder druk. Ook voor de jonge mensen. Hè? Het is tegenwoordig allemaal veel, veel druk. Dat hadden we vroeger dus helemaal niet. Ja. Leuk. En dan gingen we met paard en wagen gingen naar familie toe. Met kerst? Of nou. Of alleen met verjaardagen. We ontmoeten elkaar niet zoveel hoor, als families. 20, 35 kilometer uit elkaar. Oh ja. Voor de fiets was het ook te ver. Dus bleef je vooral thuis met kerst? Ja, altijd thuis. Gewoon met het gewoon gezin. In het dorp waar je woonde, in de straat, in de buurtjes. Je groette elkaar, gaf elkaar een hand, vaak een hand even. Ja. En dat was het, je ging naar de kerk en gewoon thuis. Oh ja. Ja, eenvoudig hoor. Ja. Geen vergelijk met nu, maar het is natuurlijk allemaal veel. Nee, wat denkt u over dit jaar met kerst? Nou, ik denk een beetje eenvoudig, hè. Weinig ontmoetingen, je mag maar 3 gasten hebben. Ja. En ik wil me er ook aan houden, want ik wil gehoorzaam zijn aan zoals de
de minister het wil hebben. Want ik vind het heel goed van hem. En ja. Ik vind het jammer. Want we kunnen elkaar niet ontmoeten, maar het is nodig dat het zo gebeurt nu. Ja. Het moet gewoon, we moeten het niet verspreiden. Ja, klopt. Maar ik hou wel erg van de kerk en van de mensen die erin zijn. Die liggen me wel na aan het hart. Ja. Maar het is zoals het is nu, hè. Beperkt. Ja. Nou, dank u wel. Graag gedaan, hoor. Zo gaaf om hier met jullie hier te kunnen staan. Wat een geweldige kerstband hebben we vandaag. En weet je, kerst 2020 is eigenlijk wel een hele bijzondere kerst. Ik denk dat zoals we hier nu bij elkaar zijn, gewoon thuis, dat we een jaar geleden niet hadden verwacht dat we zo kerst met elkaar zouden vieren. En Carleen zei het net al, zo'n mooi adventspakket waarin we toch met elkaar verbonden kunnen zijn. Ondanks dat we gewoon niet hier samen in dit gebouw kunnen zijn. Maar ik geloof dat God een woord heeft, ook voor deze kerst voor ons. Ik geloof dat, en dat ik denk dat dat ook terugkomt in het adventspakket, dat God zegt, ik wil het persoonlijk maken.
Ik wil het persoonlijk maken dit jaar. En dat is ook de titel van mijn preek, van mijn overdenking van vandaag. Jezus maakt het persoonlijk. Je bent niet alleen. En laten we eens met elkaar lezen Matteüs 1, vers 23. Wat staat daar? Daar staat: de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent: God met ons. Immanuel betekent God met ons. En dit jaar is deze naam misschien wel relevanter dan ooit. God met ons. Immanuel. En ja, we leven in een tijd dat we niet bij elkaar kunnen zijn. Dat we niet samen kunnen zijn, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar God is er wel. God is met ons. En Jezus, als je de Bijbel leest, zie je dat er heel veel namen zijn die aan hem gegeven worden. Maar dit is misschien in dit seizoen wel de mooiste. God met ons. Het omvat het intense verlangen van God om heel dicht bij ons te zijn. Om dicht bij jou te zijn. Dat is wat die naam zegt. God bij jou. Om te voelen wat jij voelt. Om te zien wat jij ziet. Om te ervaren waar jij doorheen gaat. En dat is het woord ook voor vandaag wat ik heb. Hij is kwetsbaar als een baby naar deze wereld gekomen. Kwetsbaar naar de aarde gekomen. In een kribbe, zoals de Bijbel dat zo mooi uitlegt. In een voederbak. Daar lag hij. Op een plek waar er eigenlijk geen plek voor hem was. Dat zegt de Bijbel ook. Er was geen plek voor hem. En toch, daar lag hij. In die voederbak. Als een klein babytje. En de tijd van toen was ook een tijd van onzekerheid. Net als vandaag. Ook een tijd waar mensen voortdurend op zoek waren naar hoop. Naar lichtpuntjes. In een tijd van onderdrukking. En dan verschijnt daar opeens dat schitterende licht aan de hemel. Die ster. Die ster. Boven Bethlehem. Dat licht. Dat licht wat opeens daar schijnt. En waardoor mensen konden zien: wow, dit is het moment. Dit is het moment dat God ingrijpt. En ik geloof dat deze ster, dat licht, dat hij jou ook mag leiden naar de plek waar jij moet zijn. Dat hij jou mag leiden naar de plek waar jij moet zijn. Misschien niet eens fysiek, maar wel de plek in je leven. Waar sta je nu? Waar sta je nu echt? En dat licht wat schijnt in de duisternis, laat jou zien waar je naartoe moet. De plek waar je moet zijn. Naar Immanuel. Naar God met jou. Het licht in jou. Weet je? En de kans is groot dat je dit jaar Kerst thuis viert. Dat je misschien niet als andere jaren bij familie kunt zijn. Maar dat je thuis viert. Dat je niet naar een kerstfeest gaat. Misschien ben je dat wel gewend. Misschien ook niet. Het is gewoon anders. We zijn ons veel meer bewust van welke mensen hebben we dit jaar wel om ons heen en welke niet. En als ik dan beperkt ben in mijn keuze, met wie vier ik het dan? Maar misschien zijn er ook wel mensen die nu kijken en die hebben helemaal niemand met Kerst die bij hen is. Ze zijn alleen. En we kijken terug op een jaar zoals we dat nog nooit eerder zo hebben meegemaakt. En misschien zeg je wel: ik heb helemaal geen zin om terug te kijken. Ik heb helemaal geen zin om stil te staan bij,
bij alles wat er gebeurd is afgelopen jaar. Ik ga liever door. Ik wil liever gewoon alles zo snel mogelijk vergeten en ik wil verder. Misschien gingen de dingen totaal anders dan wat je had verwacht dit jaar. Misschien had je wel een vakantie geboekt die niet door kon gaan. Of misschien ben je je baan wel verloren. Misschien is je bedrijf wel failliet gegaan. Of misschien ben je wel iemand verloren aan corona. En was dit jaar misschien wel gewoon te heftig voor je? Even te zwaar. En dan is de vraag, wat wil Jezus hierin nu vandaag tegen jou zeggen? In die situatie waarin jij zit. Wat wil Jezus vandaag tegen jou zeggen? In een jaar waarin je moe bent van alle maatregelen. In een jaar waarin de wereld volledig op zijn kop staat. Waar mensen hun banen verliezen. Waar bedrijven failliet gaan. Wat wil Jezus nou tegen jou en tegen mij, tegen ons zeggen? Nou, ik geloof dat Jezus zegt, ik ben erbij. Ik ben bij jou. Ik ben bij jou. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik ben bij jou. In je verdriet en in je vermoeidheid. In je pijn. En in je paniek. In je kinderloosheid. Of misschien wel je ongewenste zwangerschap. Jezus is bij jou. En dat is wat Jezus tegen jou zegt vandaag. God is hoogstpersoonlijk naar deze wereld gekomen voor jou. Om bij jou te kunnen zijn. En hij is slechts een gebed verwijderd. En ik geloof dat hij niet alleen bij je is, maar dat hij je ook door zijn Heilige Geest nieuwe kracht wil geven. Kracht om door te gaan. Kracht om te zeggen, oké, ik ga. Ik ga op reis. Ik ga door. Ik neem die keuze, hoe moeilijk die ook is, maar ik neem die beslissing. En ik kies voor het goede. Weet je, en ik was zo bezig met deze overdenking. En ik ervoel heel sterk dat er ook een woord is voor één of misschien meerdere mensen die kijken. En die zegt, en dat woord zegt, ik geloof dat er mensen kijken die nu voorziening, nu visie en nu nieuwe hoop nodig hebben. Voor 2021. En de Heer zegt, 2020 was geen verloren jaar. 2020 was geen verloren jaar. Maar het jaar was nodig om jou te brengen op de plek waar je nu bent. Om je te brengen op de plek waar je nu staat, nu zit. Om dit woord van God te horen. En het is tijd om het stof van je dromen, van je plannen, van je verlangens af te blazen. Want de Heer zegt dat je hebt het lang genoeg geprobeerd zonder mij. Maar nu mag je op gaan staan en samen met mij, met Jezus, wandelen in het licht. En dat is wat ik je mee wil geven, ook voor het komende jaar. Dat je mag weten dat Jezus met je mee wandelt. Jezus zegt vandaag tegen jou, word wakker en eet wat. En ik hoorde dat zinnetje in mijn hoofd en ik dacht, oké, wat moet ik daarmee? Maar ik herinnerde me een Bijbelverhaal en velen van ons kennen het misschien wel. Maar dat is het verhaal van Elia. Elia gaat op de vlucht en hij komt onder een struik te liggen en hij ziet het niet meer zitten. En hij zegt, nou Heer, laat maar, het hoeft niet meer van mij. En dan komt er een engel. En die engel zegt tegen Elia, word wakker en eet wat. Word wakker en eet wat. En ik geloof dat dat ook een woord is voor jou. Word wakker en eet wat.
Want anders is de reis te zwaar. En ik dacht er sowieso over na. Ik dacht van nou, als het één tijd van het jaar is dat we veel eten met elkaar, dan is dat met kerst. Dus betekent dat dan dat je nu nog meer moet gaan eten? Nee. Nee, nee, nee. Nee, dat betekent het niet. Maar als we het hebben over eten en als we het hebben over brood, dan zien we dat de Bijbel daar vaak iets anders mee bedoelt dan het letterlijke eten van brood. En dat lezen we in Johannes 6. Daar staat: het levende water, de levende Vader heeft mij gezonden. En ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Immanuel is het brood dat uit de hemel is neergedaald voor jou. Hij is het brood wat jij nodig hebt. Want anders is de reis te zwaar. En daar wil ik je mee bemoedigen. Want met hem is de reis niet te zwaar. Met hem is de reis vol te houden. Met hem kom je er doorheen. Hij zorgt voor jouw brood en hij is jouw brood. Hij zorgt voor de voorziening en hij is de voorziening. En zelfs als je het niet voelt, zelfs als je het niet ziet, is hij aan het werk ten bate van jou. En dit wil ik op dit moment ook over je leven uitbidden. Gods voorziening, Gods visie en Gods hoop voor het komende jaar. Hij is jouw hoop. Hij is jouw voorziener. Hij is Immanuel. God met ons. Amen. En nu wil ik de band weer het podium opvragen. Want we gaan luisteren naar een geweldige kersthop. En het wordt een feestje. Dus ga recht op je stoel zitten. Maak je klaar. Want het wordt heel gaaf.
Goedemorgen. 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 Eerste kerstdag vandaag. Ja, we kunnen vandaag niet naar de kerk gaan. Dus misschien is het een leuk idee dat we gewoon hier een spelletje gaan spelen met elkaar. De tieners hebben allemaal een pot thuis gekregen. In die pot zitten allemaal vragen. Het is de bedoeling dat we die vragen aan elkaar gaan stellen. Dus jij mag beginnen. Oké, ik maak de pot open. Nou, ik kan zelf een lichtje zijn door... Nou, dan vraag ik aan papa. Waar kan jij een lichtje zijn door? Nou, vooral in deze tijd is het denk ik heel goed mogelijk door iets positiefs uit te stralen. Om een licht te zijn voor andere mensen. Het is een moeilijke tijd. Boel meegemaakt allemaal. En door een positieve houding aan te nemen kun je een lichtje zijn voor anderen. Ja. Nou, dan mag jij. Mooi. Kijk, kiezen. Zeker. Ja. Dat is een vraag voor Cato. Uh-oh. Het lekkerste eten met kerst vind ik... Oh, wij gourmetten altijd met kerst. Dus dat vind ik, dat is niet echt een eten natuurlijk. Maar alles wat we daar eten, dat vind ik het lekkerst. Ja, helemaal mee eens. Nu komt het. Karin, ja. Waar heb jij laatst dikke lol om gehad? Ik had een buurjongetje die dacht dat zijn spuitbus leeg was met verf. Okay. En die was niet leeg. Oh. En toen was de schutting zwart. Uh-oh. Dat is niet de meest makkelijke kleur, nee. Ja, dat. Daar had ik best wel lol op. Ja, dat geloof ik wel. Kim, hebben jullie ook een familietraditie? Lastige vraag. Nou, ja, wij gourmetten eigenlijk ook gewoon altijd met kerst. Ja, en voor de rest niet heel veel bijzonders, nee. Ja, gewoon gourmetten. Lekker. Ja. Ja. Oké, okay, Rosa. Vertel je rechterbuur wat je leuk aan haar vindt. Die of... Okay. Je zus. Ja. Ja, dit gaat goed. Ik vind dat je een mooi jurkje aan hebt. Allee, dat is mooi, hè? Ja, dat gewoon alles spontaan komt of zo. Alles wat je zegt en zo, daar moet je niet bij nadenken, maar gewoon spontaan... Nou, dankjewel. Ja, toch? Het is niet altijd even goed, maar... Ja, meestal wel. Ja, dank je. Mm-hmm. Oké. Okay. Oh. Oh, dit is wel goed. René, de leukste vakantie was... Afgelopen jaar op Schiermonnikoog met de kinderen. Dat was geweldig. Vonden we leuk, hè? Ja. Het was warm, maar het was leuk. Ja, beslist. Dan mag ik weer een vraag pakken. Ja. Neem tijd maar nog een vraag. Dat is meer een vraag voor jou voor straks. Ik pak even een nieuwe vraag. Het leukste van mijn vader vind ik... Moet ik iets over mijn eigen vader vertellen? Die vertelde altijd superleuke grappen aan tafel en daar moesten wij altijd heel erg om lachen. En dan heb jij een kaartje en ik ben bang dat je iets over mij moet gaan zeggen. Vertel je rechterbuur wat je leuk aan hem / haar vindt. Hij kan soms best wel handig zijn. Let op mijn woorden, soms. Je bent soms handig. Ja. Ja, vind ik goed. Dank je. Een leuke zoon ben je. Nou, zo zijn er dus een heel potje met allerlei vragen. Daarnaast zitten er ook nog 10 vragen in met een sterretje. Deze vragen kun je beantwoorden. Deze antwoorden mag je inleveren bij Klaas en Marieke. En daarnaast hebben we nog... Als iedereen alle vragen goed heeft, kun je nog de originaliteitsprijs winnen door het inleveren van een kerststalletje zelfgemaakt. Dat mag een filmpje zijn van een gemaakt kerststalletje. Of het mag
Jij had al een idee met een Minecraft kerststalletje. Nou, zo zijn er denk ik nog wel meer. Ik hoop... Een levende kerst. Een levende kerststalletje. Oh, nee, Klaas en Marieke daar heel blij mee zijn. Ja. En dan wensen wij jullie vanaf hier een hele fijne kerstdag. Ja. Dagen. Fijne kerst iedereen. Tot ziens. Ik weet niet welke camera. Doei. Yes, vrolijk kerstfeest iedereen. Wat toch heerlijk om dat zo te mogen zingen. En ik wil bij jullie nu ook heel graag het offer aankondigen. Want ook dat hoort bij kerst, dat we ook zelf iets mogen geven. En ik wil je uitnodigen om dat te doen via onze website, via de QR-code die nu in beeld komt. Het kan op meerdere manieren. We hebben een app waar je kunt geven. En ik wil je daar alvast heel hartelijk voor bedanken. En juist ook in deze dagen. We hebben nu een heel gaaf filmpje voor de tieners. We zijn nog lang niet klaar met deze kerstdienst. En ook daarna gaan we nog door met het zingen samen met de kerstband. Geniet ervan. Oké. Ilse, wat is het leukste wat je doet met kerst? Als je met familie gaat avondeten en dan weer iedereen ziet. Oké. Het leukste met kerst... dat het vakantie is, dat je even wat rustiger aan kunt doen. En de gezelligheid, dat je familie weer ziet. Ja, nu moet het met wat minder mensen in één keer. Maar ik vind het heel leuk om de familie weer te zien. Okay. Ron? Ik vind het leukste met kerst dat je ook gewoon lekker gaat eten met familie en zo. Oké. Ik vind het zelf altijd heel leuk als je langs de buurt loopt en even rondfietst. En je ziet allemaal vrolijke kerstverlichting en zo en allemaal mooie lichtjes. Het lekkerste eten met kerst vind ik sowieso gourmetten. Ja, je moet gewoon één keer met kerst gourmetten. Of kip of zo heb ik ook nog lekker. Ja, of kalkoen. En jij zit jou. Beerappinnen. Lekker door. Ik kan zelf een lichtje zijn door een kerstkaart naar iemand toe te sturen. Ja, dat is een goeie. Of iemand om met iemand een gesprek aangaan wat hij gaat doen met kerst. Ja. En nu dan? Nou, ook inderdaad een kaartje sturen en of iemand even aanspreken of even een klein cadeautje te geven met kerst of zo. Ja. En hoe vierden jullie vroeger kerst? In bed. Omdat je ziek was? Altijd ziek. Ja. Ja?
dat zie ik, moet hij inderdaad gered hebben. Dan kan hij met kerst op rust en dan in de kerstvakantie. Stadiëren. Nu gelukkig niet meer, nu is het goed gebeurd. Maar ik had ook commenten met opa en oma en zo. En de laatste vraag. Wat betekent kerst voor jou? Voor mij betekent kerst gezelligheid, mensen om me heen. En ook de geboorte van Jezus, dat hij voor ons naar de aarde is gekomen. Ja, mooi. Bij ons lijkt net zo. Vieren van de geboorte van Jezus. Zijn je er extra, nog extra bij stil wat er allemaal gebeurd is. En wordt het nog meer, drinkt het nog dieper tot je door. Ja, onmisbaar feest. Ja, ja. Nou, vrolijk kerstfeest! Dank jullie wel, jongens. Ik hoop dat jullie dus ook thuis even een heel gaaf applaus geven aan onze band. Achter de toetsen zaten Daan en Thomas. De zangers zijn vandaag Kim, Cato, Rosa en aan deze kant Eline en Maud. Dat is super. Op de dwarsfluit zagen we Linda. En daarachter natuurlijk Andy op de bas. En achter de drums hadden we Job. En hartstikke goed gedaan, Job.
En op de djembe ook nog Jeroen en natuurlijk onze eigen Carla en Iwan. En zo heeft onze kerstband vandaag een fantastisch stukje muziek geleverd. Allemaal ter ere van onze God. En we hopen dat je hebt genoten van deze kerstdienst. Dat je hebt genoten van het, ook al is het thuis, toch het samen beleven van de komst van Jezus naar deze wereld. En hij kwam voor jou. En zoals Chris ook vertelde, je bent niet alleen. En ik hoop dat je dat echt hebt onthouden na deze dienst. We staan om je heen met z'n allen. We bidden voor je. We denken aan je. En zo mag je deze kerst beleven. Mogen we hem samen beleven. Ik wens je hele goede dagen. Gezegende dagen. Waarin het licht van Jezus schijnt in jouw huis. En vooral in jouw hart. Bedankt voor het kijken. We zingen samen nog het geweldige kerstlied Ere zij God. Geniet ook daar nog van. En een hele fijne tijd. En tot gauw. Dag. Hoe hebben jullie vroeger kerst gevierd? Ja, goede vraag, Nathan. Maar daar moet ik wel heel goed over nadenken hoe dat was. En hoe wij dat als gezin deden, kan ik me eigenlijk niet heel goed herinneren. Maar ik weet nog wel dat wij op school dan een schriftje hadden. Een klein schriftje. Een groen schriftje zie ik nog voor me. En dan schrijven we dan op. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Nou, dat is wat ik me nog kan herinneren. En dan, als je daar goed over nadenkt, die tekst kan ik dus nu nog uit mijn hoofd zeggen. Dus dat is dan jong geleerd, oud gedaan. Hoe mag jij verder? Ja, wat bedoel je, net zo op de lagere school kregen we dat dan. Dus dat was hij 7 jaar, 6, 7 jaar. En dan een week voor kerst, dan kreeg je al die teksten en moest je het ook leren. En hoe we dan kerst vieren, als het zover was, dat kan me nog een keer herinneren dat het dik winter was. En we merken dat dat de laatste jaren eigenlijk nou sporadisch is, dat je met kerst dik in de winter zit. En toen waren wij aan schaatsen tussen de sneeuw op Schipsloot. Ja, dat was Schipsloot tegenover ons. En dat was heel gezellig met kerst. En als er dan echt kerstfeest was ook, dan ging ik naar de kerk. Dus heel anders dan nu. Mijn eerste kerstdag, zeker naar de kerk. Morgen is middag. Kerstnacht niet, was er eigenlijk niet, dat hadden we nooit. Wel de eerste kerstdag ging je 2 keer naar de kerk, morgen is middags. Tweede kerstdag ging je 's morgens naar de kerk. En 's middags, dan had je dan kinderkerstfeest. Dat was hier aan de Kruisweg. Het kerkgebouw is nu helemaal weg, die is al lang niet meer. Heb jij ook niet geweten dat daar een kerk stond? Misschien nog wel van oude foto's. Nou, die is al jaren weg. En daar vieren wij een kerst. En hoe we dat thuis als gezin, ja, ik kan me toch niet meer herinneren. Het was dus meer, zeg maar, naar de kerk. En hoe we kinderkerstfeest hadden we met elkaar hadden, een zonnestroom. En dat kwam elk jaar weer terug. En zo vieren wij kerst. Toen wij nog jong waren, kind waren. Daar ben ik nog jonger dan jij, die ben. Bedankt. Hey.
Gezegend kerstfeest iedereen.